Welkom bij Obla. Online TV voor overheidsmanagement. Vandaag aan tafel Arjan van Gils, gemeentesecretaris van Amsterdam. En Rick de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal bij RZW. Een voormalig hoofd van de inspectie Orde en Veiligheid. We gaan het vandaag hebben over veiligheid. Praat mee, discussieer mee via hashtag Obla. Veiligheid, een breed thema. Kan spannend worden. Mooie evenementen, grote evenementen als Koninginnedag. Maar ook een vuurwerkramp waar het spannend wordt. En waar het misgaat en waar we willen weten... Hoe kan je daar nou als overheidsmanager beter in opereren? En wat zijn de lessen die we kunnen leren? Uit iemand die dichtbij het vuur stond en iemand die gekeken heeft. Wat zijn de lessen die we kunnen leren? We gaan eerst kijken naar 3 incidenten die Arjan van Gils heeft meegemaakt. We gaan even kijken. Op 23 augustus loopt een dancefeest op het strand van Hoek van Holland uit op een grote vechtpartij tussen de politie en hooligans. Een jongen van 19 wordt dodelijk geraakt door een politiekogel. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Arjan, zo... Koning van de Koning, de leukste tussendoor, maar welke heb je het meest van geleerd? Ik denk de vuurwerkramp was natuurlijk de meest intensieve en daarmee ook de langslopende voordat dat allemaal afgewikkeld was. Dus daar heb ik wel de meeste impact gehad en dus ook het meest van geleerd. Wat was daaruit dat je daar het meest hebt geleerd? Nou, hoe je eigenlijk van een, zeg maar, wat een gemeente eigenlijk is, is een... Als ik onderbieder ben, een soort machinebureaucratie die gewoon redelijk bekende processen, die best ingewikkeld zijn, maar op een hele rustige manier altijd betrouwbaar, zorgvuldig doet. En ineens word je een frontline apparaat wat de basics moet doen. Ineens huisvesting is echt regelen van huisvesting, geen woonvergunningen geven, maar zorgen mensen een dak boven hun hoofd hebben. Zorgen mensen. Dus je gaat heel intensief daarmee om. Wat dat betekent in hoe bestuur je dat, wat is daarvoor nodig, wat voor eigenschap heb je daar, dat is wel buitengewoon indringend om dat mee te maken. En daar leer je heel veel van, wat moet er dan anders en wat maakt nou dat het goed gaat en wat niet. Is dat de lessen die je meegenomen hebt naar Hoek van Holland en naar de Koning van de Koning? Of is dat juist, want dat is straks ook op inzoomen, maar als je nou terugkijkt naar de incidenten, kan je daar vervolgens lessen uit halen? Of was het... Of vuurwerkramp gaan we, als het goed is, niet nog een keer meemaken? Nou, de vuurwerkramp als het goed is niet. Maar er zullen ongetwijfeld andere enorme impact van geweld en ontstaan. Of het een overstroming is die je ineens overkomen. Waar je dan op moet gaan handelen. Waar je eigenlijk dan niet zo voorbereid bent. Dat is iets anders dan het organiseren van een buitengewoon groot en ingewikkeld evenement als een troonswisseling. Was je er zelf klaar voor op dat moment? Of heb je het ervaren als... Dit komt goed? Je bent nooit klaar. Dat zijn van die dingen, dat overkomt je. En dan moet je gewoon doen wat je denkt dat goed is. Dus ik weet mijn eerste wat ik kwam. Ik kwam als tweede in het stadhuis binnen. Ik zeg, laten we eigenlijk de kamer 7, de commandokamer, maar in orde gaan maken. Dat is ongeveer het eerste wat je moet gaan doen. En kijken hoe het alarm uitging. En of we de burgemeester konden bereiken. Dus je gaat heel basic dingen zitten doen. En van daaruit probeer je eigenlijk in een soort van... Je begint van minuut tot minuut. En dan wordt het van uur tot uur. En dan van dag tot dag. En dan van week tot week. En dan van maand tot... En dan word je uiteindelijk van een crisisorganisatie... naar een projectorganisatie. Naar een gewone lijnorganisatie die de afwikkeling maakt. Dat is iets heel anders dan dat je zegt... Ik bouw gewoon een programmaorganisatie. Of we bouwen een programmaorganisatie. Die gewoon staat voor wat er de komende tijd moet gebeuren. Zoals bij een troonswisseling. Wat was het moment dat het escaleerde? Want dit beschrijft alsof het heel geleidelijk was. Alsof het een... Met z'n allen bij elkaar bedenkt een plan, wat gaan we doen? Nou, bij die troonswisseling komt er dan zo'n moment... En dat was toch ook wel bijzonder op de eerste avond... Dat bij de burgemeester, bij Ewart van Laan... Een paar mensen van, nou, dan moeten we toch even de hoofdrolspelers bij elkaar... En hoe gaan we dat vanuit Amsterdam doen... En vervolgens snel overleg van de burgemeester met het kabinet. En hoe gaan we dat doen? Dan afstemmen. En dan ga je zeggen, wie gaan het doen? De hoofdrolspeler bepalen. Toen eigenlijk al de eerste uitgangspunten. Het moet hoe dan ook veilig en ongestoord. Dus de grondwet moet zijn weg hebben. Maar tegelijkertijd moet ook open en feestelijk. En we gaan geen burg van Amsterdam bouwen. Dan weet je dat die spanning erin zit. Maar dat waren wel van die leidmotieven
die vanaf eigenlijk die avond dat we dat met elkaar gedeeld hebben, tot en met herkenbaar waren, tot op de dag zelf. En dat was bij met Jan Mans bij de vuurwerkramp. We weten wat we weten, wat we niet weten, weten we niet. En we zeggen wat we weten. Dat waren ook van die dingen die eigenlijk in een split second bedacht waren, maar die daarna ongelooflijk bepalend zijn gegaan, omdat iedereen zich daaraan hield. Dus geen gespeculeren over enorme aantallen slachtoffers, omdat we dat vastgesteld hebben. Maar het was spannend, achteraf zo op inzoomen, commissie Oosting onderzocht, wat is er goed gegaan, wat is er minder goed gegaan bij een vuurwerkramp. Ik ben wel benieuwd, dat is achteraf dan kijken we. Dat is waar we op een gegeven moment opschrijven wat de lessen zijn voor de volgende keer. Op het moment zelf is er iets van je denkt, nou, nu zou ik wel eens fout kunnen zitten. Of er is een vast moment dat je fout hebt gemaakt. Dat gebeurt op dat soort momenten. Maar wanneer werd dat spannend? Of? Ja, op de dag zelf bij zo'n vuurwerkramp is het heel intensief. Eerst weet je echt werkelijk niet. Ik was er ongeveer langs heen gereden. Ik had er ervoor nog gestaan toen het nog niet ontploft was met mijn dochter. Maar dan is het eerst maar even proberen iets te bevatten van wat is er gebeurd, waar is er gebeurd, wat moeten we doen. Dus dat in die enorme chaos orde proberen te krijgen, beetje bij beetje, en niet zenuwachtig worden of gaan panikeren. Dat is het eerste wat je moet gaan doen en dan ga je daar vervolgens in ordenen. Daar wil ik kijken, wat gebeurt er op dat soort momenten dat mensen denken goed gaan samenwerken. Daar ben ik benieuwd naar. Want ik eerst weet, als na afloop. Ik heb op het moment niet meegemaakt dat het misging. En dan kijken wat we eruit kunnen halen. Ja, dan komt er een moment dat er een inspectie komt. Hè, of een commissie, zoals in dit geval, de commissie Oosting. Dan begint eigenlijk, zoals sommigen dat zeiden, de ramp na de ramp. Hè, voor de bestuurders en de ambtenaren. Want dan dat mocht u leiden? Ik mocht het onderzoek leiden van de commissie Oosting. Dan wordt er opeens op een andere manier naar gekeken. Dan beseft men ook dat het om verantwoordelijkheden gaat. En worden als schuld en boete komen al snel ervoor. Maar dan realiseer je ook pas dat het over heel veel dingen gaat. Enschede ging over alles. Het ging over ruimtelijke ordening, vergunningverlening voor milieu. Alles in de aanloop naar de ramp. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Jarenlang. Vergunningen verleend. Er zijn afspraken gemaakt met het vuurwerkbedrijf. En dat hebben mensen allemaal met goede bedoelingen gedaan. En af en toe ging dat beter dan andere keren. Er is gehandhaafd of soms is er onvoldoende gehandhaafd. En het zijn allemaal kleine beslissingen die optellen tot dit grote drama. En dat heeft het mij geleerd, ook de vuurwerkramp. Het is gewoon mensenwerk. Met z'n allen doen we dagelijks ons ding. En meestal gaat het goed. En op een moment kan het zo zijn dat zaken bij elkaar komen en het niet goed gaat. En dan zie je dat zo'n gemeente heel veel taken heeft. Ik heb ook veel meer respect gekregen voor het werk van de lokale overheid. Want die hebben heel veel taken, doen dat vaak met vrij beperkte middelen. Je ziet tegenwoordig ook veel meer schaalvergrotingen, omdat we het niet allemaal zomaar zelf kunnen. Zijn er reflectie die daaruit voortkomen? Want nou, deels wel. Ik denk dat Arjan zich er wel herinnert. Je had een regionaal coördinatiecentrum. Hè, en nu hebben we veiligheidsregio's. Je doet het op een andere manier. Alles was lokaal. Nu doe je bijna niets meer lokaal, behalve de communicatie. Je roept je buren te hulp. Maar wat is daar de incentive van? Is dat bij elke ramp kijken we nu naar schuldvragen, wie heeft het gedaan? Terwijl dat niet de insteek is van de onderzoeken die we doen, voor zover ik weet. Hè. Volgens mij willen we kijken, wat is er misgegaan? Wat gaan we de volgende keer niet doen om dat te voorkomen? Ja. En is die angst de reden dat we nu gaan oefenen? Waar zit de crisisruimte? Dat bestuurders, maar zeker ook ambtenaren, dingen beter willen doen. De volgende keer dit helden niet laten gebeuren. En dan krijg je gesprekken over schaalvergroting. Over het inzet van middelen, informatiemanagement. We hadden het net over IT. ICT tegenwoordig is totaal anders dan het 13 jaar geleden was. Dus je middelen zijn veel meer en veel beter. Je kan dingen sneller doen. En daar maken we gebruik van. Nog te weinig hoor. Dat vind ik interessant. Er is veel veranderd. De ramp Enschede is recent nog voor veel mensen. Maar de ontwikkeling van hoe gaan we om met veiligheid is dat al even geleden. Zelfredzaamheid is een thema wat net al even genoemd werd. Van, is er nu... gaan we daar nu anders mee om als we nu de rampen van toen evalueren of incidenten en kijken naar nu? Ja, de NCW was een forse ramp. En iedereen keek naar de televisie en zag het drama gebeuren. En begreep ook dat de burgers die getroffen waren moesten worden geholpen. Dus er werd ook massaal op ingezet, ook door het Rijk, ook in financieel opzicht. Dat was niet altijd even makkelijk, neem ik aan, voor de gemeente hoor. Dat moet je ook weer losweken, die middelen en de hulp. We zijn langzamerhand tot de conclusie gekomen, ja, zeker bij incidenten zelf. Niet iedereen kan altijd naar de overheid kijken. De overheid is er niet altijd en kan je ook niet altijd helpen. En die zelfredzaamheid die wordt daarom steeds meer gepropageerd.
En dat wordt ook steeds maar gedaan. De burger wordt ook op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. Een paar jaar geleden. Is dat dan ook wat je vertelt bij de kroning van de koning? Dat je dan zegt, nou, ik heb geleerd in Enschede, Hoek van Holland. Ik doe mijn best, maar sorry. Nou, ik denk dat er gewoon het organiseren van een groot iets als een troonswisseling, dat is geen incident. Dus daar moet je het eigenlijk niet mee vergelijken. Je kan wel op een aantal andere terreinen zeggen van, bij de strandrellen Hoek van Holland was er kritiek dat er niet meteen nazorg in Maarsluiswesten in het treintje zat. En zo. Ja, dat is wel een beetje overdreven. En wat je heel veel ziet is, en dat heb ik wel geleerd bij de troonswisseling, dat je zegt, je kan heel erg sturen om met name burgers een eigen handelingsperspectief. Yes. En daar helpt de techniek enorm in, want je hebt overal, je kan enorme videoschermen zetten, je hebt apps waarop de bereikbaarheid staat. Daarmee kunnen mensen hun eigen keuzes maken. Ja. En wat zeg maar in Duisburg met zo'n enorme opstoot in zo'n tunnel, dat je zegt, daar zou je met goede inzet van techniek en het goed informeren en tijdig informeren van mensen, kun je dat doen. Dat doe je in wezen ook met incident management op de snelweg. Ook als er iets is, heel snel zorgen dat je dat op een andere manier oplost. Dan zeggen, ik zet er hele batterijen, kraanwagens, politie en dingen tegenaan. Zorg dat mensen zelf, en over het algemeen nemen mensen verstandige en voor zichzelf ook goede beslissingen. Zie je dat je daar vanuit, op het moment dat er een incident of iets gebeurt, dat mensen nu anders zouden moeten handelen? Hè? Op het moment dat je als burgemeester het eerste wat je vertelt na een incident, zeggen mensen nu andere dingen, doen mensen meer een beroep op burgers zelf? Ja, ik denk dat het minder voor de hand ligt dat de overheid je altijd komt helpen. Natuurlijk, hè, de reddingsdiensten, de hulpverleningsdiensten, die komen en moeten dat ook doen. Die kunnen niet iedereen tegelijk helpen. Dus ik denk dat de burgers zich steeds meer realiseert dat moet. Je ziet ook steeds meer burgers hulp verlenen. Hè. Dus bij incidenten zijn er ook heel veel mensen die komen gewoon spontaan op en die doen dat. We zien dat over de. Maar dat is ook het probleem. Dat is ook op het moment dat er zo'n jongetje kwijt zijn in een bos en iedereen gaat het bos in met zijn eigen hond. Want dat is ook een goede speurhond. Ja, dat zijn toch. Maar als je dat ook dat valt te organiseren, hulpverleningsdiensten zijn vaak heel goed in staat om mensen toch te instrueren op een plaats van een incident, om toch die hulp te laten verdelen. Dat is in Apeldoorn ook gebeurd. Bij de Koninginnendag, er waren heel veel mensen, de hulpverleningsdiensten kwamen eraan, maar er waren ook heel veel individuen die op een hele verstandige manier hulp verleenden. Dat was ook in Enschede zo. Ja. Ik denk dat met name de particuliere hulpverlening, en er kwamen mensen op eigen initiatief uit Duitsland, vrijwillige korpsen, noem maar op. Hè. Iedereen ook al wilde ze niet. Er waren 10.000 mensen hun huis uit die eerste nacht en dagen. En er zijn er niet meer dan 1200 opgevangen. Die anderen zijn dus op de een of andere manier, hebben zelf dat geregeld dan wel, zijn opgevangen in het informele circuit. Ja. Wat zie je nu gebeuren aan zelfredzaamheid of hulp aan elkaar op dit soort thema's? Het is lastig te vinden in ieder geval. Want het Rode Kruis heeft een EHBO-app en dat soort dingen ontstaan. Maar wat zie je er echt voor daadwerkelijke veranderingen ontstaan sinds Enschede? Mensen organiseren zich makkelijker als collectief. En dat is het met name doordat mensen weten met telefoons en met elkaar en verbinding. Je ziet dat de overheid daar af en toe nogal moeite mee heeft. Dus ik herinner me, ik was er niet bij toen een spoorwegongeval in Amsterdam-West was. Maar een kritiek van de inspectie was van, daar zijn toch wel een aantal dingen erg informeel geregeld. Terwijl vanuit Amsterdam het beeld was, het is eigenlijk waanzinnig hoe op zo'n hoog spoor midden in bij het Haarlemmerplein. Buurtbewoners, trambestuurders, alles en iedereen alles uit de kast trekt om daar mensen te helpen. En dat heel goed gedaan hebben. En dan moet je dus niet zeggen, de overheid heeft gefaald, want ze hebben ze niet allemaal zelf een brancard gelegd en allemaal de intake gedaan. Het is dus heel erg goed verlopen. Ben ik wel benieuwd, wat is het voor een overheid als collectief? Dus ben ik benieuwd juist naar de persoon op het moment tijdens een incident, maar de overheid als collectief. De reflex van BZK even geleden was dat iedereen een koffertje kreeg. Ja. En daar is dat een overlevingspakket. Daarmee kon u het 24 uur uithouden. Daar wilde ik net aan refereren. Een paar jaar geleden was minister De Horst die dat uitreikte. Iedereen zo'n waterdicht tonnetje met lucifers die ook nat konden worden afgestreken. Daar kan je om grinniken. Dat hebben we ook met z'n allen wel gedaan. Hè. Ik heb zo'n tonnetje gekregen. Ik werkte toen voor BZK voor de inspectie. Heb ik nog steeds. Is heel handig met kanoën. Blijft alles droog. Maar de gedachte is een hele goeie. Want de notie ontstond wel, van die spotjes met auto's die voorbij reden. Morgen ontploft deze tankwagen. Iedereen realiseerde zich wel, er kan een incident gebeuren. En ik ben in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor mijn welzijn. Want die diensten zijn er niet zomaar. Dus die notie die is wel gaan groeien, daar ben ik van overtuigd.
Dat iedereen maar we gaan nu beleid maken op zelfredzaamheid. Dat is dan wat we gaan doen. Dus eigenlijk we hebben dat is een contradictie terminus. Dat is natuurlijk raar. Wat je wel kan doen is geven voorlichting. Ja. Dus het is niet zo raar. Ik weet nog, burgemeester Van Velzen een aantal jaar geleden moest bijna aftreden. Toen bij Dance Valley in Sparenwoude er ineens een onweersbui losbarst. En allemaal mensen wegging lopen. Maar je kan je ook voorstellen, als je nou naar een festival gaat en je hebt de weersvoorspelling. En er kunnen plensbuien komen. Ga je dan alleen in een korte broek en een t-shirtje. En vind je het dan raar als je om 1:30 loopt te kleumen. En is dat dan een ramp? Of zeg je, dat heb je toch even niet zo goed nagedacht. Als je zegt van, je rijdt met 15 graden vorst en je gaat de snelweg op, is het niet zo heel raar als je een deken of een jas in je auto gooit. Is dit ook, want dat zijn volgens mij de cruciale momenten tijdens een hoe groot wordt op een gegeven moment een incident. Als dat nu gebeurt in Amsterdam, is dat ook wat je de burgemeester vertelt? Zeg maar, u had dat moeten doen. Dus ook de spanning tussen daadwerkelijk wat doen. Volgens mij kan je dat ook niet in heel algemene termen. De essentie is zelfredzaamheid. Deel ontstaat hier. Dan moet je het ook gewoon. En dat is altijd van alle tijden. Bij Turkish Airlines gingen medepassagiers andere mensen helpen uit het vliegtuig te komen. En zo. Dus accepteer dat het er is. Altijd en overal geweest. Twee, probeer niet te claimen dat je als overheid overal overgaat. En dat iedereen het dus moet doen zoals jij denkt dat je het moet doen. Als het gebeurt door anderen en niet door de overheid, ben je niet mislukt als overheid. Maar dan is het fijn dat je iets minder appel op je gedaan is. En geef mensen concrete handelingsperspectief hoe het is. En ga een beetje uit van de weg van die mythe van pech moet weg. En je kan verkeerde taxaties maken. Bij die strandrellen Hoek van Holland was het eerste beeld van er is een nieuw groot strand wat er uitgebreid was. Hier kan het blindpaard geen schade doen. Dus dit is een prima evenemententerrein met allemaal nieuwe paviljoens. Daar ga je mee aan de slag. Een aantal goede evenementen gehad, maar het is één keer enorm verstierd. Toen zei iedereen, wie bedenkt nou in vredesnaam dat je in zo'n uithoek die volstrekt onbereikbaar is, dit gaat organiseren? En dan kom ik op het laatste. Daar ben ik benieuwd naar. Wat maakt nou dat een persoon, een overheidsmanager, een gemeentesecretaris die 2 dagen nadenkt op een congres over veiligheid en denkt, wat kan ik daarmee doen? Wat zijn de lessen? U meer dan een paar incidenten onderzocht. En daar moet ergens een rode draad uit te halen zijn in mensen die daar met het verschil hebben gemaakt. Nou, twee dingen. Eerste plaats, het is mensenwerk. Dus zorg ervoor dat je je team goed samenstelt. Als er een incident is, moet je weten met wie je samenwerkt. En ook elkaar kennen. Dus zorg ervoor dat in je crisisorganisatie verstandige mensen zitten waar je op kan vertrouwen. En elkaar kennen. Dus niet 1 keer in de 2 jaar of 3 jaar is een oefening waarbij je weet dat de oefening komt. Je hoeft alleen maar de telefoon op te nemen en we starten. En dus ook elkaar gewoon onder moeilijke omstandigheden leren kennen. Ik denk dat het verstandig is. Hè? Hoe belangrijk moeten we dan veiligheid maken? Want die kan je natuurlijk eindeloos op dooroefenen. Hoe belangrijk? Het is heel belangrijk. Dooroefenen hoeft niet. Het hoeft niet zo heel vaak. Hè? Je moet gewoon een paar verstandige dingen doen. Je hebt een aantal procedures en processen die moet je een keer met elkaar meegemaakt hebben. Dus ik denk dat het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè? Het samenwerken tussen mensen en het zo verstandig mogelijk je team samenstellen. Mensen. Juiste mensen om je heen. Ja. U zegt vertrouw op mensen, dat gaat ook af en toe mis. Dat gaat ook mis. Tweede punt, en dan zit je op de blaren. Ja, en het tweede punt is volhardendheid. Volhouden. Ik denk dat vooral gemeentesecretaris moet volhouden als het gaat om crisisbeheersing en rampenbestrijding. Want het is niet een populair onderwerp altijd bij bestuurders. Het heeft soms taandig een appt weer weg. En jij bent ervoor om te zorgen dat het iedere keer toch op de agenda blijft staan. En dat de processen op orde zijn, dat de rampenplannen er liggen, dat de afspraken zijn gemaakt. Dus volhouden. Gewaarschuwd persoon telt voor 2. Wat zijn fouten die u vaak terug ziet komen? Waarvan u denkt, ja, als je het vertelt dan. Dat is toch het weg hebben van de aandacht. En erop vertrouwen dat iedereen wel zijn ding doet. Dat moet je niet. Je moet toch heel serieus naar blijven kijken. De inspectie waar ik voorheen leiding aan gaf, die heeft geconstateerd dat er maar 2 veiligheidsregio's zijn die elk jaar een oefening samen, echt een goede oefening samen doen. Nou, dat is heel weinig. Ja, dat weet je nu, als er nu iets gebeurt, je weet wie je moet bellen. Ja, ik heb een gidsje, dus deels zit natuurlijk gewoon in je telefoon voorgeprogrammeerd. Maar er zit altijd, heb je bij je zomerroosters, dus je weet wie er is. Oefenen hoeft niet alleen maar in spelsimulatie. Er kan ook zijn, in Amsterdam hebben we Bas Eenhoorn gevraagd naar Alfa aan de Rijn, wat gebeurt er? En niet alleen Bas, maar nog een aantal anderen. Van wat betekent dat? Erbij stilstaan dat het je kan gebeuren. Bijna altijd als er een incident is, vraag ik, of in een college met CMT, als het bij ons gebeurt, was same time.
Wie was er dan geweest? Hoe was het dan gegaan? Dat betekent dat je een soort alertheid hebt. Twee, ken elkaar. Dus zorg dat je. Ik geloof heel erg, dat heb ik heel erg geleerd van alle incidenten. Doe het zo vertrouwd mogelijk. Ja. Dus ik kan veel beter met mijn eigen burgemeester dan iemand, hoe goed die ook is, die ik niet ken. En omgekeerde geldt dat ook. En ken je je politiecommissaris? Investeer dus in de relatie. Hou die scherpte erin. Oefen. En bereid voor wat je kan voorbereiden. En accepteer dat er een aantal dingen zijn die je niet kan voorbereiden. En handel dan naar bevind van zaken. Daar moet je wel stressbestendig zijn. Dus je moet niet in paniek raken. En je moet besluitvaardig zijn. Bij rampen en grote incidenten zie je dat er een soort rare mix van tolerantieverschil gaat ontstaan. De ene kant wordt de tolerantie groter. Want het is chaos en paniek. Dus niks gaat. Dus het hoeft niet volgens het boekje die normaal gaat. En er mag dus veel meer. Maar de andere kant is de tolerantie veel kleiner. Want het moet in één keer goed. Je kan het niet overdoen. Ja. Daar moet je hele goede mensen hebben, moet je snel zijn en kun je het niet overdoen. Oké, vraag me afsluiten, maar volgens mij is dit, je kan het maar één keer doen, dat is geen tolerantie. De allerbelangrijkste les, de juiste mensen om je heen, maar mijn eerste reactie is, moet je nu ook hebben. Ook al ben je minder bezig met veiligheid en wat andere thema's, ook dan kan je maar één keer de beste mensen om je heen verzamelen. Dus ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar die tweede tip. Wat zou... Nou, de tweede tip, hè, als ik het niet meer over mensen mag hebben, dan is het, als het gaat om de communicatie, doe de verstandige dingen. Arjen zei het terecht, hè, wat was de kracht van de formule in Enschede? En later is dat nog een paar keer gebeurd. Alleen de dingen zeggen die je weet. Wat je weet kan je vertellen. En als je dat kwijt wilt, dan doe je dat. Maar niet proberen altijd maar aan die informatiebehoeften te voldoen. En iemand die aansprekend is, hè. Een burgemeester moet charisma hebben, maar een gemeentesecretaris ook in mijn boek. Die moet voor groot publiek op een verstandige manier dingen kunnen verklaren. Maar ook en zo niet weten wie die op een voetstuk moet zetten. Ja. Dank. Dank voor uw komst. Dank. Graag gedaan. Dank voor het kijken. Hashtag Oblaar om over mee te discussiëren. En een mededeling over de volgende uitzending staat op www.oblaar.nl. Dank voor het kijken.